Hij vindt niet alleen een paar sneakers, hij mag samen met mij de sneakers gaan uitzoeken en we gaan trainen bij Freestyle Motion. Ik vind het heel erg vet. Gaan we dit doen? Ja. Yes! Nu zijn we op de echte plaats gekomen, het spektakel van de dag. Holy shit! Jullie denken waarschijnlijk dat ik deze twee jongens heb uitgekozen om met mij mee te gaan vandaag, omdat ze zo goed zijn. Ik had echt totaal geen idee. Vandaag doen we het eens even helemaal anders. Op het moment dat deze video online komt, is het eerste kerstdag. En dat betekent... Kerstmis! Kerstmis is een periode van geven, van genieten, van de mensen om je heen bedanken. En dat is wat ik vandaag ga doen. Normaal gesproken maak ik gewoon een video voor jullie, doe ik domme dingen en jullie gaan erom lachen. Maar vandaag ga ik niet alleen domme dingen doen waarom jullie kunnen lachen, maar ik ga ook één van jullie meenemen. Als je mij al een tijdje volgt, weet je dat ik ongeveer zo'n 2-3 weken terug een paar sneakers heb weggegeven. Eén reactie sprak me erg aan. Die is namelijk van tromgeroffel Patrick _023. Je reactie komt hier in beeld. En tijdens die giveaway heb ik een klein dingetje achterwege gehouden. Het was namelijk niet alleen de bedoeling om degene die won een paar sneakers te geven, maar degene die won kreeg nog een kleine extra verrassing. Hij vindt niet alleen een paar sneakers, hij mag samen met mij de sneakers gaan uitzoeken en we gaan trainen bij Freestyle Motion. En dat ga ik vandaag niet alleen doen. Ik heb visite. Hoi. Je bent vandaag op tijd. Eerste keer in je leven. Ja, normaal als we afspreken is Jort nog wel eens wat aan de late kant. We gaan nu naar Hoofddorp toe, want dat is waar deze persoon woont. Ik ga voor de rest natuurlijk geen adresgegevens achterlaten, want dan opeens gaat iedereen zijn huis beroven. Want hij wint natuurlijk gratis schoenen vandaag. Dat is 40 minuten rijden. Dus let's go. Er zijn een aantal dingen die ik af en toe wel eens vergeet. Zoals je mij ziet sta ik hier bij het tankstation. Want ja, ik ben vergeten te ontbijten, jongens. Ik heb het de laatste tijd nogal druk. En dat komt ongeveer door jullie. Ik heb namelijk bijna de 50.000 abonnees gehaald. 35.000 is echt insane. En daarvan krijg ik echt heel veel motivatie om video's te editen en te knallen. En dan word ik 's ochtends wakker. Klap ik mijn laptop open, ga ik editen. En dan denk ik, ah shit, ik moet al weg. En dan heb ik nog niet ontbeten. Dus dank jullie wel. Maar ik heb ze nog niet. Ik heb nog net niet de 35.000 abonnees. Dus wil jij alsjeblieft even op mijn kanaal abonneren? Deze video even een likeje geven. Het delen met je vrienden, want mijn goal is om voor 2020 35.000 abonnees te halen. En dan ga ik nu even eten. Ik heb de winnaar opgehaald, Patrick, en hij heeft ook een vriend meegenomen. Ik heb je er een beetje zin in vandaag? Zeker. Want Nick heeft heel erg veel geluk gehad dat hij mee mocht. Ja. Maar het is wel jouw speciale dag. Ja. En we gaan nu naar Purmerend, klein stukje rijden, maar daar staat de eerste verrassing op je te wachten. Patrick, ik heb het al gezien. Ja, er is zeker een nieuwe baan nodig hoor. Dat, ja. Dat kan echt niet meer. Oh, dat is wel laag hier. Ik kom hier dus niet meer uit. Dat is jammer zeg. Jullie moeten zonder mij. We hebben hier best wel wat Puma schoenen. Jij mag een paardje kiezen. Dit? Ja, ik moet zeggen, die vind ik het ook. Ja. Je veters ook, dat doe je nooit bij mij. Als ik hier altijd kom, dan ik moet ze zelf veteren. Ik vind ze heel erg vet. Ja, vette kleur? Ja, wil je voor de zekerheid nog even een andere kleur passen? Ja, dan gaan we even. Ja, dan ga ik die voor je uitzoeken. Welke andere kleur je nog wil passen? Deze is ook wel doof. Kan je deze ook even kunnen kijken anders? Hey. Ik ga van het werk hoor. Hops, tempo. En ik zal u eerlijk zeggen, ik moet mezelf ook een klein beetje inhouden hoor. Want het liefst zou ik ook al die paren mee naar huis nemen, maar dat moet ik niet doen. Want dan krijg ik ruzie met mijn vriendin en dat wil je niet. Patrick is nu aan het twijfelen tussen deze twee modelletjes. En wij zijn alle drie over uit dat het die blauw moeten worden. Gaan we dit doen? Ja. Dan wordt het de blauwe. Yes. Blij mee? Ja. Lekker. Nu gaan we nog eventjes trainen. Patrick en Nick zijn twee turners. En ik denk zomaar dat jullie mij dik kunnen gaan inmaken. Dus laten we zo meteen eens even kijken of we een klein potje Game of Flip kunnen spelen. Dus dat wordt speciaal. Nou jongens, waar zijn we dan? Het spektakel van de dag. Laten we snel naar binnen gaan, want het is niet echt lekker weer. Heeft Patrick de skills of heeft hij ze niet? Dude! Holy shit! Nou, dit was heel netjes hoor. Echt heel goed. Nou, Nick, jou ook even een goede trick. En dat dan. Jullie denken waarschijnlijk dat ik deze twee jongens heb uitgekozen om met mij mee te gaan vandaag, omdat ze zo goed zijn. Ik had echt totaal geen idee. Dit is pure randomheid. Shit, hé, ik heb straks echt een probleem, denk ik, als we een Game of Flip gaan doen. Dat wordt wel gevaarlijk.
Als je vast zou houden, zou je het halen. Wees wel heel voorzichtig en breek niks. Misschien moet je het ook beter niet doen. Ja, ik moet toch een soort van zeggen dat het misschien niet een slim plan is. Want veiligheid en zo. Maar nu komt Levi. Kijk, hun zit op turn, hè? Wij zijn self-made. Nou, Nick, doe eens even een double back dan. Ja. Ja, door. Boom. Easy peasy lemon squeezy. Het valt me trouwens ook steeds meer op dat iedereen hier echt insane goed is. Echt insane goed. Ik ga een trick doen even om op te warmen. Hij is een muts kwijt, jongens. Oh, zonde. Het moment is dan echt daar. Wij gaan een potje Game of Flip doen. We gaan jullie twee doen tegen mij. De eerste die twee kruisen heeft, is af. Jullie hebben als team twee kruisen en ik heb als één persoon twee kruisen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh. Front, arbier, flikvlak, flikvlak, strek. Ja. Leuk die flikvlaks, die kan ik echt supergoed. Front, arbier, flikvlak, flikvlak. Oeh, ja, je kan een beetje ruimte tekort. Je hebt nog één poging om hem te zetten. Hey, ja, sketchy, maar je hebt hem. Oké, nu is mijn beurt en ik heb ze al een klein beetje verklapt waar ik goed in ben en waar ik slecht in ben. Flikvlaks, weten jullie waarschijnlijk wel. Yes! Het waren niet echt flikvlaks. Vertel hem. Ik heb een goeie, kom even mee naar de vloer. Mijn is standing backflip, stikken. Ja, nice. Goed gedaan. De mini-trap daar en dan vanaf hier spring op de mini-trap dubbel op. Landen. Nice. Super nice. Waar ben ik ook niet goed in? Dubbel front. Je hebt nog één try. Wie heeft dit verklapt? Niemand. Wie heeft dit verklapt? Nee, ik was... Davy! Je mag het niet verklappen. Geen druk hoor. Jongens, allemaal ogen dicht. Oké, nu kijken ze niet meer. Oh, yes! Yes! Je hebt echt geluk, hè? Ik heb echt veel geluk. Oké, mijn trick is... Een six naar je rug. Ja. Niet geland. Ja, jongens. Je moet hem wel landen, helaas. Dus dat betekent... Eén crosso. Ze lopen er zo bij. En daar word ik nogal bang van. Ja. Mijn trick is stut half. Wat half? Stut half. Iets half. Dit is echt gewoon typisch turnen. Oké, dit is typisch turnen. What? Wat is dat? Ik heb net een klein beetje tips gehad, want zo lief zijn ze ook alweer. Ja, tuurlijk. Ik moet nog een half draai dan. Ja, bij een draai handstand, je moet je armen recht doen. Ja. Ik heb een kruis! Nee! Oké, we gaan even verder. Ik heb geen eerst dit kunnen. Rudy naar backflip. Anderhalve voor overdraaien. Je draait! Jij kan ook één try doen. Ja, ik denk wel dat je het haalt als je het zo overstaat. Ja. Oké, Patrick, we hebben maar nog één sketchy redo, omdat hij hem bijna had. Als je hem nu niet landt, heb ik jullie ingemaakt. Kijk. Twee flikvlak, ja jongens. Ja. Dat betekent twee kruisen. Jammer. En dat betekent dat ik de winnaar ben! Nee, oké, jongens, wel netjes. Nice. Ik vind het vet dat ze me alsnog wel gewoon een kruis hebben gegeven. En ook, als die dubbel front had geland, was ik nu al af geweest. Ja, we zijn ook wel klaar met trainen. Tenminste, ik denk dat ze nog even doorgaan. Maar Game of Flip is over. Ik moet ze alleen nog even thuis brengen. Want ja, lopen naar huis wordt wel een heel stukje. En nu komt het meest verdrietige deel van de dag. We gaan naar huis. Nee, wel lekker rustig. Nee, ja. Hier heb je een mooie turnzaal. Jullie gaan even lekker trainen, jongens. Wat hebben jullie zo te zeggen over vandaag? Ja, echt superleuk. Leuke dag gehad? Ja. Hebben we nog even lekker gegeten. Het maag zit weer helemaal vol. Jongens, ik ga er ook weer vandoor. Ik ga afscheid van jullie nemen, want ik moet nog een stukje naar huis rijden. Veel succes met trainen en ook... Hou ze netjes, hè? Ja. Afgesproken? Ja. Nice.
Dat was een super awesome dag. Ik heb genoten en ik vond het super leuk zo rond de feestdagen iets terug te doen voor de mensen die mijn video's kijken. Laat me ook even in de comments weten wat voor dingen zou jij leuk vinden dat ik nog ga doen met de kijkers. Ik heb heel veel ideeën, maar ik ben wel benieuwd wat jullie willen. En mijn bericht naar jullie is ook: heb je de ruimte om iemand wat terug te geven met de feestdagen? Om een beetje liefde in de wereld te gooien? Doe dat gewoon. Laat mensen gewoon lekker genieten en laten we er met z'n allen wat leuks van maken. Want ja, je hebt elkaar toch een beetje nodig. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om deze jongens een toffe dag te geven. En mij hebben zij in ieder geval een geweldige dag gegeven. Ik heb ervan genoten. Vond jij deze video nou leuk? Geef me even een like. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Laat in de comments even weten wat ik moet doen in mijn video's. Want dat ben ik heel erg benieuwd naar. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Het is niet echt, echt lekker weer, maar deze Mercedes heeft gewoon zijn dak open. Ja, dat, ja, dat ben ik. Zullen we dat ook doen?